Weet je nog, die warme dagen in juni. Zo, wat was het warm. En een onweer in kijken hier zo, al die blaadjes. Het heeft gestormd bij ons. Niet alleen bij ons, dat is van Nederland ook wel een beetje. We zijn onderweg naar de Eifel. Zondag 19 juni. Dit is wat we hadden, een deel van de weg. We hebben een groot deel, nou dit eigenlijk gehad. Klein stukje regen. Inmiddels dus Duitsland binnen. En het weer wordt beter en beter en beter. Hier heb ik mijn leren jas nog aan. En ik heb voor de zekerheid mijn Cortex broek aan. Het was echt zo'n ik weet het niet dag. En eigenlijk was ik wel heel blij met mijn Cortex broek. Onze eerste pauze. We gaan even tanken, letterlijk. Broodje, drinken, etc. Ik ga jullie niet te veel vermoeien met mijn gekletsen achteraf. We hebben een heerlijke driedaagse reis gehad. Zoals je kunt zien staat mijn 360 camera ervoor. De beelden die volgen later in het filmpje. Ik was in het begin nog wat klunzig, onhandig, etc. Wordt beter gaandeweg. Dit wordt dag 1. Ik heb er... deze mevrouw die rijdt met knipperlicht. Ja, dat ben ik dus. Ik ga zorgen dat ze haar knipperlicht uitzet. Want ja, hoe onhandig is dat? Tuut. Hallo, je moet even je knipperlicht uitzetten. Nou, verderop heb ik nog een probleempje gehad. Dat gaan we zo volgens mij zien, ergens. Dan blijft mijn gashendel die laatste soort van los. Ik kan je vertellen, dat is niet handig. Dan wil je net gaan inhalen en dan blijft hij dus hangen. Of eigenlijk, ja, je krijgt geen gas. Je draait, maar er gebeurt niks. Je wil accelereren. Hier. Hoor je het? Je ziet me ook naar mijn gashendel kijken. Ik zeg, nou, wat is dit nou? Ja, en uiteindelijk bij de volgende parkeerplaats en dan komt die, zijn we gestopt en heb ik even een noodreparatie uitgevoerd. Het plakband wat onder de gashendel zat, die gashendel was al stuk, die heeft gewoon losgelaten door de hitte. Het was daar inmiddels echt bloedverziekend heet. En bloedverziekend heet, ik schat een graad of 35, ik weet het niet meer. Het was echt warm, het was echt niet, het was ook niet leuk om daar te staan. Je had ook geen schaduw, niks. Maar goed, ik ga de rest van het filmpje aan jullie laten. Het is een lang filmpje, skip er lekker doorheen als je het niet wil zien. Het is in ieder geval zonder gelul van ons. Komt de volgende keer weer. Ik heb inmiddels een oplossing hoe ik mijn stem gaan op kan nemen. Nou ja. Dit is dus de 360 camera overigens. En de dingen die je ermee kan doen. Dus je kan dus gewoon iemand in de gaten houden. En dan blijft de camera gewoon meekijken. Echt heel grappig.
Ziet u wat er mis is? Ziet u het? Die grote witte pijl wijst er ergens naar. Maar wat is er nou mis daar zo? Voor de mensen die het nog niet was opgevallen, mijn kinbandje zat los. Daar kom ik dus later achter. Het is best lastig met je handschoenen aan. Dus handschoenen uit. Ja, dan wil je handschoenen ook weer aandoen. En dan zie je op je navigatie dat er een bocht aankomt. Ja, red ik het nog voor de bocht? Ja, nee, toch maar niet. Oh, en let op de eekhoorn.
De laatste paar bochten voor het mooie Manderscheid. Echt een geweldig stukje om te rijden. Echt gewoon de natuur, dal, bomen. Ik vind het zo super lekker. Echt heerlijk. Echt lekker. Zometeen krijg je het oude fort. En dan gaan we nog wat klim naar boven. En laat nou juist op dat moment op beide camera's het filmpje zeg maar gaan refreshen. Dus bij de One X2 ben je 18 seconden kwijt. Echt gewoon knudden. Echt knudden. Hier scheidt mijn helmcamera er even mee uit. Nou, oké, prima. Dan nemen we dus de 360 over. Daar is die berucht. Zo mooi om te zien. Echt fantastisch. En juist in deze bochten zegt mijn 360 camera. Ja, jongen joh. Heel vervelend voor je. Ik ga even een nieuw filmpje starten. Ja, net voor deze mooie bocht. Precies. Handig. Echt heel leuk. Een van de nadelen van de Insta 360 One X2. Maar goed. Voor de rest, de beeldkwaliteit is super. Dus hartstikke blij mee. En daar rechts natuurlijk weer de burcht. Voor de mensen die dit niet kennen, wij rijden richting Am Vulkanberg, motorhotel Am Vulkanberg. Recentelijk van eigenaar gewisseld. We zijn er meerdere keren geweest bij de oude eigenaar en dit keer voor het eerst bij de nieuwe eigenaar. Hier hebben we dus Hotel Am Vulkanberg. Je moet echt weten waar het is. Als je dit niet weet, ga je het niet zo makkelijk vinden. Het is namelijk echt een doodlopend weggetje. Maar goed, eenmaal één keer daar geweest, dan vind je het zo weer terug. Hier rechts Hotel Am Vulkanberg. Onze slaapplek voor de komende 2 nachten. Even een dag zeggen. Toen zag ik allemaal. En je parkeert je motor.
onder een afdak. Geweldig toch? Nou, dames en heren, dit was hem. Eind van de rit van dag 1. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Mijn naam is Edi. Groeten. Hoi.